Hallo allemaal, ik ben Rebecca en welkom op het kanaal Creatief met Rebecca. Het is tijd voor deel 2 van de snailmails voor mijn abonnees. Het is natuurlijk kerst, dus de snailmail staat in het teken van het kerstthema. Ik pak de kommer weer bij en we gaan weer een nieuwe naam trekken, want voor wie oh wie wordt deze snailmail? In deel 1 had ik natuurlijk de pocketletter gemaakt. En we gaan nu een ander soort snailmail maken. En deze wordt voor... Ik heb hier de naam. Karen, deze snailmail wordt voor jou. Ik zet mijn e-mailadres in de beschrijving. Zodat jij je adres door kan geven. En dan komt die zo snel mogelijk jou kant uit. Ik ga mijn camera draaien. Ik heb mijn spullen alweer klaar liggen van het kerstmis. Zowel de kerstblokken als de 3D DIY cut van de Action heb ik klaar liggen. En natuurlijk mijn vrolijke papiertjes. Deze komen weg uit de papierwinkel. We gaan aan de slag. Ik pak mijn kerstblok erbij en ik ga kijken welke kaart ik erbij ga maken voor deze sneeuwmail. Dit is een andere soort sneeuwmail. Ik ga dit keer een dubbele sneeuwmail maken. En ik kreeg van de week nog verzoekjes voor sneeuwmails. Het is helaas deze maand niet meer mogelijk om sneeuwmails aan te vragen of om uit te wisselen. Wil je toch graag nog een sneeuwmail ontvangen, dan kun je aanmelden bij de postcrossing groep. En dan voor de sneeuwmailgroep. Hierin word je gekoppeld aan mensen waaraan jij dan samen een sneeuwmail uitwisselt, om het zo maar te zeggen. En neem ook even een kijkje op mijn Facebookpagina Creatief met Rebecca. Daarin heb ik het evenement aangemaakt. Snailmail maken. Op 19 januari zal ik een workshop geven. Snailmail maken. Dit is een gratis workshop omdat Creatief met Rebecca 1 jaar bestaat. Voor deze workshop is maar beperkt plaats. Ik heb plaats voor 6 personen en met mezelf erbij is 7. Dus wil je meedoen, neem een kijkje en meld je aan. En ik heb nog een evenement aangemaakt op de Facebookpagina en dat is het reizende dagboekje. Dus neem zeker ook even een kijkje op mijn Facebookpagina. En zoals jullie zien is mijn eerste diacut klaar. En de tweede die ik ga maken is het egeltje. En volgende week zullen er nog 2 video's online komen. Dat zijn 2 handlettervideo's. En daarna heb ik vakantie. Dus dan moeten jullie het even zonder mij doen. Maar ik ga ervan uit dat jullie genoeg inspiratie hebben om de vakantie door te komen. En ik ga nu beginnen met de basis van de snailmail. Dit kaartblok is van de kerstafdeling. Daar kun je hem vinden bij de Action. En jullie zien al een beetje de vorm komen. Ik had zei al, ik ga een dubbele maken. Dus ik heb nu een dubbele basis gemaakt voor de snailmail. En die plak ik nu even aan elkaar. En voor het plakken gebruik ik doorzichtig tape. Dan valt het ook niet op het papier. Ik heb de linkerkant klaar. Dan ga ik verder met de rechterkant. Dan doe ik eigenlijk hetzelfde. En ik ben ook erg benieuwd wat jullie met deze feestdagen gaan doen. Ik zelf ga eerste en tweede kerstdag bij familie vieren. En van de rest van de week ben ik eigenlijk gewoon lekker thuis. En dan doe ik eigenlijk niks bijzonders. En ik kreeg nog een vraag van de week of ik nog live zou gaan. Ik ga kijken of het me nog gaat lukken voor de kerstvakantie en anders dan weer in het nieuwe jaar. En zoals jullie kunnen zien heeft de sneeuwmail al wat vorm gekregen. Ik ben hem aan het inrichten gegaan. De stoffen stickers van de gingerbread komen ook bij de Action weg. Die zijn van stof. En je hebt nu ook die leuke cadeauverpakkingen waar je stickers en tags en al erbij kunt stoppen. Dus die stop ik erbij. En aan de achterkant doe ik nog een klein stempeltje. En dan zal ik jullie het eindresultaat laten zien. Zo is die geworden. Ik maak hem vast met wat knijpers. Ik heb helaas wat problemen met mijn editprogramma. Hij loopt de hele tijd wat vast. Het werkt niet zoals ik wil. Dus ik hoop dat jullie hem kunnen volgen. Ik doe nog wat kleine dingetjes erbij van de flow. En dan doe ik hem in de envelop. En dan gaat alles natuurlijk in een envelop. En mijn tip is altijd: weeg even de post. Want vaak moet er 1 of 2 postzegels op, anders krijgt degene die hem ontvangt een boete en dat is niet leuk. Hij is klaar voor verzending. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij een nieuwe video.